En tijdens de selectie? Ja, ik weet niet. Ik hou van feestjes en ik hoop dat we meer feestjes snel ook kijken. Kan Nicolai feesten? Kan Nicolai feesten? Klopt dat? Ja. Oké. Nicolai, wat verwacht je van dit seizoen? Ja, ik heb gewoon een hele goede seizoen. En de eerste vijfde plek, dat verwacht ik wel. Even één keer laten zien hoe goed je kan feesten. Komt de jongens Nicolai Lauwers, die mag het wegschieten. De Pitbull speelde voor Keulen, Osnabrück, Sandhausen, Kaiserslautern. En hij is 24 jaar. Laat je horen voor Anas Ouaim. Anas. Sven, je mag een shirt of werk in het publiek schieten. Ik stel voor, we hebben net een dag. Je mag een beetje deze kant, Sven. Die kant op. Ja, dan zij daar. Mag je wel even kijken. Wow, die gaat heel ver. Kijk, die is daar achterin gevangen. Sven Sonnenberg, dames en heren. Dan naar een 24-jarige Duitser, al 75 competitieduels. Hij kwam in 2019 over van Unterhachingen, Griekse vader en Duitse moeder. We noemen hem Orestes Kiyomotsoglu, maar jullie hebben natuurlijk gewoon een hele korte bijnaam voor hem. Hier is... Kio! Laat je horen voor Kio! Je mag het publiek eens schieten. Ik stel voor dat we een beetje die kant op doen nu. Dus daar ergens, daar zijn ze nog niet te vaak geweest. Oh, daar gaat. Orestes Kiyomotsoglu. Oké. Dan naar de nummer 7 uit de selectie. 27 jaar, geboren in Zaanstad. In het verleden uitgekomen voor Jong Turkije. Vorig jaar kwam hij over. Hij was al eens kampioen met Feyenoord. 2 keer de beker gewonnen in Nederland. 1 keer in Turkije met Trabzonspor. Hier is Bilal Basacıkoğlu. Bilal, de fans willen maar één ding, terugkeren naar de Eredivisie. Gaat dat lukken dit jaar? Ja, we gaan ons best doen. Ik denk dat het duidelijk is. Ja. Hoe is het vertrouwen? Goed. We zijn pas net begonnen, we hebben nog een lange weg te gaan. Dus, maar we bereiden ons op. Shirt van Heracles Roots bij Borussia Dortmund. Jullie weten ongetwijfeld over wie ik het heb. Marco Rente! Hey, daar is Marco. Marco, je mag hem het publiek inschieten. Dat is geen makkelijke vraag. Hè? Je mag schieten, Lucas. Je mag hem. Kijk, hier hebben we een pistool. Oké, 3, 2, 1. Ah, dat is leuk. Daar is toch niet vaak een shirt terechtgekomen, Lucas. En hoe is het om al die supporters hier zo te zien staan? Na toch een moeilijk jaar dat ze hier zijn gekomen om jullie weer te verwelkomen. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om te zien dat er zoveel mensen komen. De club die leeft echt. Kijk, Michael zei het net ook, heel veel seizoenskaarten verkocht. We gaan met z'n allen ervoor zorgen dat we volgend jaar weer in de Eredivisie spelen. Kun je een beetje ver schieten, denk je? Want tot nu toe, zeker daar achterin, hebben ze nog geen shirt ontvangen. Ik ga het proberen. Top. Laat je nog een keer horen voor Justin Hoogma. Helemaal met het revanchegevoel van vorig jaar. Daarmee op vakantie gegaan en ja, dit gewoon recht willen zetten. En nou, zo snel mogelijk Heracles naar de Eredivisie te brengen. Dus ja, daarom. Samuel Armenteros.
Samen aan jou de eer om nog een shirt weg te schieten. Misschien weer een beetje die kant op, daar. Want daar was al iets heel fijn in gehad. Ja, top. Teammanager Edwin van Lentop. Wie schiet er dat uit? Erik Bolster. Laat je horen voor Ivo Rossen, assistent trainer. Nog een fysiotherapeut, Leon van Belen. Ja, en iedereen moet natuurlijk ook eten. Hij komt in een rally truck van Riewoldt. Kijk, daar is hij. En daar zijn ze, geef ze een groot applaus. Ze stappen daar al uit. Hendrik Kruse en ook John Lammers. Hendrik Kruse voor 5 jaar getekend, natuurlijk in zijn geboortestad. Oud speler, 14 jaar met Peter Bos gewerkt. Onder meer bij Vitesse, Maccabi, Tel Aviv, Ajax, Dortmund en Lyon. En ook John Lammers, welkom. Welkom, wat een entree, heren. Ja, mooi. Mooi. We zien het weer zo. Eerder in zo'n wagen gezeten, Henry? Nee, dat was de eerste keer. Hoe was het? Geweldig, ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om Heracles Almelo te gaan doen dit jaar? Bij jou te beginnen, John. Ja, ik denk dat het een hele mooie uitdaging is. En Heracles is gewoon een fantastisch mooie club. Hoe is het gevoel na die eerste weken? Ja, ik heb een fantastisch gevoel. Prima ontvangen, we hebben een goede selectie hebben, dus we hebben alles om mee te doen. En Henry, voor jou voelt dit echt als thuiskomen? Dit voelt echt als thuiskomen, ja. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Laat je horen, jongens, voor Henry en John, de trainers van Heracles Almelo. En als het goed is, komt er nog een wagen. Klopt dat? Ja, hè? Ja. Dan gaan we tekeningen scoren van alle spelers daar achterin bij de ingang. En op het veld natuurlijk ook nog heel veel activiteiten. Je kan nog even door de autobahnstraat van Asito. Timo Jansink. Als gezegd, 19 jaar uit Oldenzaal. Zo, hoe is dit, jongen, om op deze manier een entree te krijgen? Ja, fantastisch, toch? Hartstikke mooi, met al die mensen natuurlijk. Mooie dag. Ja. Ondanks je eerste profcontract getekend, blij, trots? Ja, tuurlijk. Hartstikke mooie club, dus hartstikke blij om voor deze club te mogen tekenen. Je mag een legging weer het publiek inschieten. Die kunnen dan de supporters omwisselen voor een shirt van jou, een gesigneerd shirt. Kijk, daar is het kanon hier. Oké, wie wil er nog een shirt? Deze kan misschien eventjes, hier zo. Daar zijn we een beetje die kant op daar. Ja. Ze zit wel ook langzaam hier bij ons op het podium. Hier is de allerlaatste Heraklid van vandaag. Sluit maar even naar het publiek, Marco. Hier is hij, Marco Kehinovic. Marco, hoe is het om terug te zijn? Heerlijk, het komt echt als een warm huisje. Ja. Als een warm bad? Ja, zeker. Hoe waren de eerste weken? Goed, ik heb de groep leren kennen. Heel veel oude bekenden gezien. Dus nee, een heel mooi project om naar uit te kijken. Dus ik heb er zin in. Hoe schat je de kansen dat het gaat lukken om na een jaar weer terug te keren naar de Eredivisie, wat iedereen natuurlijk zo graag wil? Nou, ik denk niet dat het om kans gaat. We moeten gewoon alles gaan geven. Elkaar gaan steunen. We hebben hun natuurlijk ook nodig. En dan ga ik ervan uit dat we gewoon promoveren. Jongens, laat je nog even horen voor Marco Kehinovic. Je mag nog even een shirt het publiek inschieten, Marco. Dat is de allerlaatste. Allerlaatste. We zullen dit seizoen laten zien hoe het kan in Almelo. En dit zijn de spelers. De hele stad.
straat, waar vrouwtje op het plein. Ik ben trots op deze stad, trots om een oude woon te zijn. Zwart en wit is elegant, een thuis voor iedereen. Ik kan om voor te leven, nee je staat hier nooit alleen. Samen naar het voetbal, ons hier aardig dat is wel. En wat zal ons zal gebeuren, deze kloof staat bij ons verloren. Dus ja, dat kan allemaal, in allemaal. De stad, waar geen zon niet bestaat. Het leven is mooi, in allemaal. De stad, waar ik graag op aan de straat. Om geen voetbal maakt in de groen. Voetbal, dat is leven. Ja, voetbal, dat is feest. Met wat snelle stroom, als ik weer ben geweest. Ja, het voelt als een familie, als een dagelijks naar de stroom. Wat voor ons zal gebeuren, deze klus staat bij ons geloof.